oefenen? Hoi. Hi. Hoi, mijn vraag voor u is... Nee, volgende! Mooi. Is mooi? In Ask the Pro stellen de teams van de toekomst de meest uiteenlopende vragen aan een speler van Ajax 1. Nee, wacht. Okay, ja. In deze aflevering is het de beurt aan onder 8. Zij komen alles te weten over Steven Berghuis. Steven, we hebben onder 8 gevraagd hun beste vragen in te sturen naar ons. Ja. Ze hebben hun best gedaan. Ik geef jou de iPad. Ja, Annie? Ik ben Moment, dit is mijn vraag. U speelde eerst bij Feyenoord en Ajax. Wat was uw verschil? Het verschil tussen Feyenoord en Ajax? Ja. Het zijn beide grote clubs in Nederland, waar veel verwachtingen zijn, denk ik. De mensen en de mentaliteit misschien iets anders. Hier wat meer overtuigd van eigen kunnen misschien. Ook het manier van voetballen, een beetje DNA van de club. In de laatste jaren kwam ik uit een speelstijl waarin we toch vrij ver inzakten. Niet echt pressie speelden en een soort afwachtend voetbal. En toen kwam ik hier en ja, hier was het heft in eigen handen nemen. En vanaf minuut 1 pressie spelen en het liefst tot de laatste minuut volhouden. En dat was voor mij het meeste waar ik aan moest wennen. Qua club niet zo echt, niet zozeer. Het zijn gewoon mensen ook die werken binnen in je club. Die ook bepalen hoe jij je voelt in zo'n club. Hoi. Goed? Van hem ken ik. Ja. Lucas. Hallo Steven Berghuis, ik heet Lucas. Mijn vraag is, wat heeft u geleerd toen uw vader profvoetballer was? Je kent hem? Ja. Ja? Hij, mijn nichtje, die zit nog bij hem in de klas, of die heeft bij hem in de klas gezeten. Ah. En mijn dochter ging naar de voorschool en zijn zusje of broertje ook. Dus als ik dan mijn dochter ging ophalen, dan was hij er ook altijd. Ah. En toen vertelde hij al dat hij ook bij Ajax zat. En ik kom hem hier wel eens tegen bij de toekomst. Dus dat is wel leuk, ik zag hem al gelijk. Ah, grappig. Klein beetje. Wat vroeg hij nou eigenlijk? Wat jij van je vader hebt geleerd als voetballer? We keken altijd naar voetbal. Thuis stond er ook altijd voetbal op. Ik heb zijn carrière, hij is best wel vroeg gestopt. Hij stopte toen hij 30 was. Toen was ik 8 of 9. Dus ik heb eigenlijk alleen de laatste periode bij Cambuur meegemaakt, dat ik nog een klein beetje weet. Dus in die zin heb ik er niet zo heel veel van geleerd. Hij is ook mijn trainer geweest. Dus, heeft hij toen iets bijgebracht? Ja, jawel. Hij liet me altijd wel mezelf zijn. Hij stopte me niet echt in een keurslijf. Hij liet mezelf uitvinden, zeg maar. En hij was zelf linksbuiten. Hij hield heel erg en nog steeds van hele creatieve spelers. Nou, ik ben uiteindelijk ook zelf creatieveling geworden. En dat stimuleerde hij ook wel altijd. Het lijkt me ook fijn dat jij als jongen de profvoetbal inrolt, dat je vader weet wat er met jou gebeurde, in welke fase jij zat. Is dat ook zo? Ja, jawel, maar ik denk dat zijn carrière, zeg maar, als hij de dingen had geweten die hij nu, zeg maar, weet, dat hij nog veel meer eruit had kunnen halen. En dat had hij dan misschien op die leeftijd ook op mij kunnen overbrengen. Ik denk bij de clubs waarin hij heeft gespeeld, bij Cambuur en ook in België. Bij PEC Zwolle, bij VVV, ja, daar stond ook vaak wel gezelligheid centraal, eerlijk gezegd. Ik heb zelf ook heel lang bij de amateurs gespeeld, gezelligheid stond ook wel, het leuk vinden. En dat is nog steeds wel belangrijk, maar op een gegeven moment zet je wel een knop omdat het om presteren gaat. En dat niet de mooie panna of de mooie actie of de mooie paas het verschil maakt in je weekend, maar of je gaat winnen of verliezen uiteindelijk. Maar je vader laat niet af en toe nog oude videobanden zien van... Jawel, zeker. Dan moet je zitten en... Ja, en dan hij heeft ook Instagram en dan doet hij het ook op zijn verhaal. Dat vindt hij mooi. Berghuis. Goed schot. En die gaat erin. Als je hem ziet lopen op die beelden, zie je dan een beetje jezelf ook? Soms wel. We hebben allebei zo'n hupje. Zo'n vanuit stilstand eerst een hupje en dan aan. Dat hebben we allebei. Hij was wel, denk ik, explosiever en wel meer echt buiten spelen, buitenom voorzet. Maar het was ook wel meer die tijd ook. Ja. Achterlijn halen. Ja, nou, we lijken denk ik wel op elkaar. Creatieve linksboten, laat ik het daarop houden. Lauderdeel! Lauderdeel! Lauderdeel!
Hoi Steven Berghuis, wat voor ander sport zou je doen als je geen voetballer zou worden? Groetjes van Darnell. Enthousiaste jongens, hè? Ja, leuk hè. Andere sport. Ik vind basketbal heel leuk, maar dat is denk ik met mijn lengte. Klein. Ja, denk het wel. Dan zou ik toch voor iets anders moeten kiezen, ja. Tennis. Maar dat is wel dan, ben je alleen, dus dan ben je niet in een teamsport. Aan de ene kant heeft dat ook wel weer wat, dus dan kan je het helemaal naar jezelf toe trekken. Dus dan zou ik tussen tennis en basketbal kiezen. En dan uiteindelijk schat ik mezelf hoger in het tennis misschien. Ja? Ja? Doe je dat ook nog wel? Soms padel. Oh, ja. En in de vakantie willen we wel eens gaan tennissen, maar het mag geen naam hebben. Nee, gewoon leuk. Recreatief. Gezelligheid. Hi Steven Berghuis, ik ben Kenny Baron. Ik voetbal Ajax onder 18 en ik had een vraag voor u. Wat is uw leukste herinnering uit uw voetbalcarrière? Groetjes van Kenny. Mooi, u ook allemaal. Ja, zat er. Netjes opgevoed. Mijn favoriete herinnering in mijn voetbalcarrière? Denk wel spelen het WK, denk ik. En dan vond ik het ook bijzonder tegen Argentinië, voetballand. Tegen Messi was wel een bijzonder moment, denk ik. Ja, hoeveel kan je daarbij stilstaan als zo'n wedstrijd aan de gang is? Nee, dan niet. Nee? Maar hij was wel de enige tot nu toe bij wie ik had van oké, ik dacht er wel over na. Ik sta er nu met hem. Hij heeft wel iets bijzonders. Riley! Hallo Steven Bergwijn, Steven Berghuis. Wat is uw beste tip die je ooit hebt gekregen van de trainer? Welke trainer was die? Groetjes van Riley, onder 8 speler. Ja, mooi hè, Bergwijn. Daar heeft hij ook vaker last van, ik ook. Ja, hè? Maar het is ook logisch. De beste tip die ik heb gekregen. Kijk, ik denk wel vaak terug aan Erik natuurlijk. Ik kan me wedstrijd herinneren, Go Ahead uit, waar we 2-0 achter stonden. Vorig seizoen. Ja, waarbij hij mij de dag erna beelden liet zien dat ik aan het overcompenseren was. Dus uit positie aan het lopen was. Uit goede bedoeling om snel een aansluitingstreffer te maken. Maar dat eigenlijk de teamprestatie niet ten goede kwam. En dat zijn wel waardevolle tips. Dat heb ik nu bijvoorbeeld, als we nu achterkomen, dan denk ik daar wel aan. Oké, stick to the plan, blijf plan blijven volgen, positie blijven houden. En het moment komt wel, want we scoorden ook de aansluitingstreffer in de 60ste minuut. En dan heb je nog 30 minuten om 2-2-2-3 te maken, begrijp je? Het hoeft niet gelijk voor rust. Geduldig blijven, dat is misschien wel de beste tip dan. Ja, het was gezellig daar op de tribune. Leuk, hè? Ja, dat is echt leuk. Hoe gaat u om met teleurstelling, zoals je in de wissel staat of dat je niet mee mag spelen? Dat is ook een goede vraag. Is ook met de jaren steeds beter geworden. Maar hoe was het vroeger? Nou, dan wil je ook soms wel overdreven laten merken hoe teleurgesteld je bent. En soms is dat ook goed, omdat dan zien ze oké, hij is er. Dus ik wou altijd wel een signaal afgeven de volgende dag aan de staf van Berghuis was er wel. En dan ook al was het dan niet op een goede training, dan maar iets negatiefs. En later heb ik dat wel omgedraaid in juist het positieve. Is ze gaan weten dat Berghuis er was vandaag, maar gewoon qua kwaliteit, qua goed trainen, hard trainen. Nam je die teleurstelling ook wel mee naar huis vroeger? Ja, jawel. Ja? Jawel, dat heb ik nog steeds wel. Ja? Ja. Kan je er nog lang mee zitten? Of is dat... Ja, maar verliespartij of slecht gespeeld. Ik heb gewoon hoge verwachtingen van mezelf. En helemaal hier bij Ajax speelt, dan zijn de verwachtingen hoog en daar wil je in mee. En dat wil je ook waarmaken. Mensen zeiden ook wel, als je kinderen krijgt, wordt dat minder, maar dat heb ik niet. Nee? Nee. Niet geholpen? Nee, heeft niet geholpen. Blijft hetzelfde? Ja, blijft hetzelfde, ja. Maar het betekent wel dat ik erom geef, weet je. En dat het me niet koud laat. Op welke positie staat u het liefst? Groetjes Mason. Ja, ja. Ik sta het liefst achter de spits. Ja, daar ben ik nu wel... Wel over uit. 10. Ja. Ja. Eigenlijk mijn rol zoals vorig jaar. Dat is wel echt het jaar dat ik me als een vis in het water voelde, in het veld. Dat ik echt het gevoel had, nu komen echt al mijn kwaliteiten komen aan het licht en al mijn zwaktes die worden gekofferd. Hoi, ik ben Isa King Kong. Als u een dier wilde zijn, welke dier wilde u zijn?
Ja, King Kong kan niet missen natuurlijk. Hij is King Kong. Ook die zou ik dan willen zeggen. Ik heb geen idee. Nee? Nee, ik ben niet echt een dierenliefhebber. Ook geen huisdieren. Maar een dag een vogel zijn of zo. Vliegen. Een vrije creatieve vogel of zo. Ja, nummer 10 vogel. Ja, nummer 10 vogel, ja. Doen we dat toch? Ja? Ja. Lekker vliegen, ja. Van A naar B. Creatieve vogel, ja. Mag ik zeggen? Hallo, ik speel bal onder 8. Mijn vraag... Nee, wacht. Hallo, ik ben Joeste. Ik speel bal onder 8. Mijn vraag is, wie was je favoriete speler toen je nog klein was? Messi natuurlijk. We deden altijd vroeger voetballen met mijn vriendjes buiten. En dan waren we ook spelers, zeg maar. Dus ik had ook Totti, vond ik ook, was ook een van mijn favorieten. Henry. Heel gek genoeg Inzaghi ook. Oh ja? Filippo Inzaghi. De manier waarop hij goals maakte, alleen ogenschijnlijk makkelijke goals. En mijn vader keek naar voetbal en mijn vader wees mij erop hoe goed hij dat deed. En toen wou ik dat ook doen op het pleintje, dus dat wou ik ook. Heel dicht bij de goal en intikketjes maken. Ja, de latere fase vond ik Özil ook geweldig bij Real Madrid en Arsenal. Beetje linkspoot, creatief. Ook op 10 vaak? Ja, van de vaart. Weet je, dat soort types. Goed? Ja. En u? Ook goed, dankjewel. Hoi, Steven Berghuis. Ik ben Skyler van 108. En mijn vraag is, naar welke buitenlandse club wilt u later en waarom? Wil je nog naar het buitenland? Laten we daar... Is dat nog een droom? Denk het niet. Ik moet zeggen dat ik... dat soort doelstellingen ook wel denk ik misschien iets te laat echt had. Omdat ik laat doorkwam en van Twente naar Venlo, naar AZ, uiteindelijk een beetje het verschil maken, 2-23. Toen had ik eigenlijk dat moment moeten hebben, oké, ik wil hierheen. En daar ga ik al mijn stappen op baseren om daar te komen. En toen koos ik voor Watford. En dan gaat het hoe het gaat, dan doe je een stap. Ik denk niet terug, want ik vind Feyenoord een grotere club dan Watford, maar wel in competitie. Dus dan ga je verhuren terug. En uiteindelijk heb je daar bij Feyenoord, dan heb ik voor mezelf die doelstelling. Ik wil nog naar die club in het buitenland die Champions League speelt, die voor de prijzen meespeelt. Nou, die kwam uiteindelijk niet. En toen Ajax wel. Toen heb ik die stap genomen. Maar ik had niet, zoals ik wel zie hier bij jongens, 19, 20, 21, 22. Je wordt door Ajax gekocht, je speelt bij Ajax. Droom groot, ga. Ja, zeg je dat ook al? Ja, zeker. Ook wel, zeker, als zij jou om advies vragen. Ja, zeker, zeker. Kijk, nu heb ik ook natuurlijk kinderen, een gezin. Ik woon in Amsterdam. Ja, je gaat ook op een andere manier kijken hoe je... Laatste fase, ik wil nog lang door. Begrijp me niet verkeerd, maar ik ben nu 31, ik word 32. Ga je daar wel anders over nadenken? Bent u een betere voetballer geworden bij Ajax? Groetjes Phoenix. Ja, dat ben ik wel, denk ik. Ja. In welke zin ja. Ben je beter geworden? Ja, het is lastig, omdat het is ook wel een teamsport. Ik wist wel dat ik het in me had om niveau wat ik bij Ajax heb aangetikt, dat ik dat... Ik merkte van buitenaf dat mensen wel heel erg zeiden, oh zo, hij is beter speler. Ik had zelf wel, dat heb ik in me, ik weet dat ik dat kan. En dat kwam er dan ook zo uit door middel van hele goede spelers om je heen. Waardoor ja, Van Gaal mij ook als middenvelder meeneemt naar het PK. En ik ook als nummer 10 en zelfs soms als 8 speel. Ja, dat heeft het wel verrijkt. Hoi. Wat is uw mooiste goal? Ik heb een keer een stift met rechts gemaakt. Dat was met Feyenoord tegen NAC in de halve finale. Sowieso stift heel mooi om te scoren. Dennis Bergkamp achter. Ja. Totti ook vaak vroeger, ja. Dus van hem had ik dat, hij heeft mij daarin ook wel geïnspireerd. Het is me nog niet bij Ajax gelukt, dat vind ik echt jammer. Want wat is zo mooi aan de stift? Dat de keeper dan zo weerloos op de grond ligt? Ja. Gewoon volledige controle over de situatie, zeg maar. Het gevoel, het balletje die er overheen valt, keeper die... Ja, die niet meer kan duiken, die eigenlijk zo, die komt echt voor de reactie naar voren. En hij zet zichzelf neer van ik ga. Dat hij zo kijkt dat hij er zo overheen gaat. Qua gevoel vond ik Sporting uit vond ik ook heel mooi. Volgens mij was zelfs mijn eerste goal voor Ajax. Ja, je allereerste doelpunt in de Champions League. Ik weet nog dat ik op mijn kamer kwam en ik had op 10 gespeeld en goed gespeeld. 1-5 gewonnen. Ik dacht van ja. Weet je, ja. En dan die goal maken met zo'n aanname, mooie afwerking, helemaal clean.
Staat ook wel hoog op mijn lijst. Wat een mooie keer! Ben jij de beste voetballer? Waar ga je met mijn grote vrienden? Ben jij de kast? Dat was hem. Mooi. Goed ervan? Ja, genieten dit. Kind zijn is mooi, toch? En goede vragen. En goede vragen, zeker. Ja. Nog wel later na mijn carrière ook wel. Jeugdtrainer dan specifiek? Ja, weet ik niet. Aan de ene kant wel. Aan de ene kant, als ik dit zo zie, is het wel mooi, weet je. Dus we gaan het zien. Maar was leuk. Jongens van onder 8, bedankt voor jullie leuke vragen. Ik heb ze allemaal beantwoord. Heel veel succes bij Ajax, bij de onder 8. En als het een keer kan, op zaterdag, dan kom ik zeker bij jullie langs het veld staan om een wedstrijd te kijken. Kom maar, jongens.